saddest rest. You will find me in the place I know the best. Dance and shout then. Flying to the moon. Eerst, dat was vroeger een podium met die paletten. Hier deden de optredens. Dicht Metaal bijvoorbeeld, en Philip Bust is hier komen optreden. Een jazzbandje met die in vinyl. Dat is, we hadden vroeger veel meer leden. We zaten aan de 50, 60 leden. Dat ledenaantal dat zwakt af. Mensen gaan meer op gaan naar een gewoon café hier in de buurt. Je ziet nu echt met zo'n heel select groepje uit Waagmaal, allemaal bijna dezelfde leeftijd en meestal ook allemaal uit de Giro of uit Turnen. Dus het is gewoon de Giro dat altijd komt in alle mijnen. Voor zover ik het zelf heel goed begrepen heb, is 3 jaar geleden, dus we zaten in het stationsgebouw en op dat moment is het dak eigenlijk behoorlijk ingestort en is dat gebouw op dat moment onbewoonbaar verklaard. Het was op dat moment niet meer mogelijk om in het stationsgebouw te blijven. En dan werd er gezegd van, we gaan een tijdelijke oplossing zoeken. En als tijdelijke oplossing werd dan de huidige containers voorgesteld, waar zij nu in zitten. Dat was dus daarvoor is een contract getekend, als ik het goed heb, voor 2 of 3 jaar. De bedoeling was om in die periode eigenlijk een alternatief te vinden. Maar tot op heden is er nog geen oplossing uit de bus gekomen. En dan krijgen we dit. Oké, als dat tijdelijk is, maar je kunt het zelf ook zien, het is echt ongezellig. En, kan eigenlijk niet als jeugdhuis dienen, zoiets. Dat is eigenlijk schandalig zelf. Ja, in het oude jeugdhuis, dat was het oude stationsgebouw. Dat was groot, dat was ruim. Je kon daar een podium zetten en je kon daar optredens organiseren. De filibusters bijvoorbeeld zijn er ook vaak komen optreden. En die waren daar ook... dat was daar echt heel plezant. Ja, het gaat ervoor dat we in één nacht al helemaal niks meer moeten hebben. Hier, we gaan stoppen en nog wel proberen iets vast te krijgen. Ja. Hiermee dat gaat plezant. Ik vind het ook plezant. Iedereen zet zich ook keihard in. Betogen en er gaan ook keihard in. Dat is niet dat je zomaar stop kunt zetten, denk ik. Aangezien dat je het aangekend hebt, dat je heel veel steun hebt van heel het dorp. En gewoon heel veel mensen erachter staan. Dus. Ik ben Helene Withoek, ik woon hier in Waagmaal en Dirk heeft u naar mij doorverwezen omdat ik beginnend politieker ben die hier in Waagmaal woont. En ik ben heel erg betrokken bij het gegeven van Impuls en het jeugdhuis. De schepen van jeugd, Dirk heeft echt hard gewerkt daaraan om een oplossing te zoeken. Eigenlijk was de bedoeling dat die oplossing er al lang zou zijn. Er was lange tijd sprake dat zij een kamer zouden krijgen in de jongensschool. Dat is nu jammer genoeg 2 maanden geleden definitief afgeketst. En ik heb net vernomen dat er eigenlijk een oplossing zou zijn. Is it cruel or kind not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you? I'll confess a lot. Ik heb jullie aandacht. We hebben goed nieuws. We gaan uit deze containers weg en we krijgen een boot. Won't you please forgive me? I'm no longer here to music. Oh no. Of the pubs and the clubs and the drugs and the tubs we shared together will stay with me forever. But all the highs and the lows and the twos and the fro's, they left me dizzy. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh, no.